Ik ben Elise, ik ben student aan Karel de Grote Hogeschool. Momenteel doe ik de opleiding graduaat maatschappelijk werk en doe ik stage binnen het welzijnshuis in Sint-Niklaas. Ik heb gekozen voor het graduaat omdat het mij heel hard aansprak om naast de lessen ook praktijk te volgen. Ook echt in organisaties mee lopen, waar dat je naast ook cliënten mocht zien en echte taken van het maatschappelijk werk mocht opnemen. Wat mij het meeste boeit aan deze job is eigenlijk dat je heel wat variatie hebt in een dag. De ene moment heb je wat meer administratie, de andere moment ben je meer bezig met de cliënt en dat is heel fijn. Op stage zien we heel wat situaties die we dan tijdens intervisiemomenten op school kunnen voorleggen. En tijdens deze intervisiemomenten kunnen we bespreken wat er is gebeurd en kunnen we samen bekijken wat we volgende keer kunnen doen als er nog een soortgelijke situatie voordoet. Graduaat maatschappelijk werk is echt een opleiding voor mensen die sociaal zijn, die graag met mensen bezig zijn, mensen willen ondersteunen, maar ook graag bezig zijn met collega's en samenwerken en echt iets positiefs willen betekenen in andere mensen hun leven.